Woensdagmiddag heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls samen met de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra en Anja Adriaans een plaquette onthuld aan de Waalkade. Deze herinnert aan de hulp die de inwoners van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog kregen van de Amerikaanse stad Albany. In juli 1947 brachten schepen 300 ton noodgoederen naar de Nijmeegse Waalkade. Op de plaquette aan de Waalkademuur is de paklijst geplaatst met een deel van die goederen. Dat wordt gezien als de start van de wederopbouw van Nijmegen. Generaal Gavin van de toenmalige 82nd Division wilde vanuit Amerika zoveel mogelijk doen om de gevolgen van de oorlog te vergeten. Op 25 maart 1947 werd Gavin benoemd tot ereburger van Nijmegen. De hulpactie vanuit de stad Albany was het begin van een warme vriendschap met Nijmegen.